misverstand dat de gemeente de stad bouwt. Amsterdammers maken deze stad. Amsterdammers geven deze stad smoel. En wij als gemeente helpen daarin. En creëren randvoorwaarden om die stad te laten zijn wat die is. Niemand kan meer in zijn eentje een oplossing vinden voor de problemen waar we voor staan. Alle problemen zijn eigenlijk integrale problemen geworden en daarom hebben we elkaar zo hard nodig. Om samen tot die best denkbare oplossingen te komen. Het begon allemaal met een verwaarloosd stukje groen. Mm-hmm. Waarvan de gemeente zei dat het onderhoud was overigens. Die noemde dat ecologisch beheer. Wij hebben dat al snel omgedoopt tot economisch beheer. Als je inderdaad in het begin een heleboel belemmeringen oproept of een heleboel zorgen uitspreekt over is dat kan dit wel, kan, ja, dan sla je elk initiatief dood. Dus dat wil je ook niet. Burgers kunnen heel veel zelf, maar als ze het zelf zouden kunnen, dan hadden ze het al lang gedaan. Dus je hebt altijd nog wel een zetje, een steuntje nodig van de gemeente of iemand die bij de gemeente iemand anders kent die je kan helpen. Je moet proberen om al die verschillende belangen en al die verschillende visies en al die onmogelijkheden meer te gaan spitsen naar wat dan wel mogelijk is. En, ja. Ambtenaren alleen zijn niet slim genoeg om alle problemen in deze stad op te lossen. Daar heb je crowd, massa en je doelgroep bij nodig. Want daar zit kennis, potentieel, innovatiekracht en talent. En dat moeten we benutten. Dit is eigenlijk het Zero Waste Zuidoost verhaal in het klein. Wat je hier ziet is een weegschaal. Er zijn wat zakken om afval te scheiden thuis en een zak met textiel. Dus wat we gaan doen is we gaan afval scheiden thuis faciliteren. We gaan een campagne opzetten waarmee mensen dus bewustwording, dat er bewustwording wordt gecreëerd. En dat kan je op de app zien, wat je hebt gespaard. In het programma gaan kinderen aan de ene kant aan de gang als ondernemers en gaan ze ook alles over afval ontdekken. Dus wat ik hoop te doen met dit programma is hier in Zuidoost te helpen om een generatie van jonge duurzame ondernemertjes op te leiden. Veel ontmoetingen en veel projecten die je opstart zonder dat je heel erg gedefinieerd aan de voorkant hebt wat je precies gaat doen en het een vinklijstje wordt. Leiden tot echte empowerment. Wij zijn een buurtinitiatief gestart voor jongeren tussen de 11 en 16 jaar. Om eigenlijk een tegengeluid te bieden aan alle negatieve berichtgeving over de jongens. Omdat wij dit als buurtbewoners doen, is er een hele andere benadering dan jongerenwerkers jongeren zouden benaderen. Er is dus geen hiërarchie aanwezig. Wij staan echt op één lijn met de jongens. En wij geloven terecht in dat er uiteindelijk toe zal leiden dat er iets gaat veranderen in de buurt. Het echte verschil zal maken mensen. En mensen met elkaar kunnen de verbinding maken die nodig is om in een leefbare stad te wonen. En vanuit die dynamiek die natuurlijk al zo lang in Amsterdam groeit, zijn we ergens in het najaar van 2015 initiatief begonnen om ook met mensen uit de buurt een rol te spelen in het vraagstuk van alle vluchtelingen die naar Europa, Nederland en ook naar Amsterdam komen. Die niet alleen berooid van alles aan ons zijn overgeleverd, maar die zelf van alles te brengen hebben en die mee willen organiseren in hoe die integratie vorm zou moeten krijgen. Ik ben hier in Nederland sinds anderhalf jaar. Er is geen barrière tussen mensen, geen afstand tussen Nederlanders en vluchtelingen. Iedereen gewoon praat met elkaar. Ik heb me aangemeld voor een schakeljaar op de VU, Vrije Universiteit. En ik wil in de toekomst geneeskunde studeren. En ik hoop dat het voor mij mogelijk zal zijn. Wat we eigenlijk echt van de stad nodig hebben, en dat krijgen we ook in ruime mate, is, nou, in één woord gezegd, partnerschap. Dat de stad ziet dat wij meedoen in het realiseren van die ambities. We gaan zorgen dat een project als dit kan blijven bestaan. We voelen veel betrokkenheid vanuit het gebied. We voelen op abstract niveau veel support. Maar echt in de uitvoering zorgen dat dingen ook echt gaan lopen, dat is wel ingewikkeld soms. Het idee dat wij ambtenaren oplossingen kunnen verzinnen voor problemen die in de buitenwereld bestaan, is passé.
Dat kan niet als wij niet ook die bewoners en ondernemers en de bezoekers inmiddels ook in die buitenwereld een rol geven bij het oplossen van die problemen.